en met complimentjes. Alleen al om de verpakking zou ik dit luchtje gaan kopen. Heel persoonlijk, uniek en leuk. Superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van The Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van het TikTok-kanaal Lindakaat. En vandaag gaan we het hebben over de liefde. Oftewel, Valentijnsdag. Want over een paar dagen is het zover en kun je je geheime aanbidder weer verrassen met leuke cadeaus. En ik snap dat het soms moeilijk kan zijn om iets te verzinnen. Dus ik ga je inspiratie geven. Laten we naar The Action gaan en kijken wat voor leus we voor hem en haar kunnen vinden. Altijd handig. Complimentenkaartjes. Dat kan ook leuk zijn. Oké, ik weet zeker dat u dit heel erg leuk vinden. En deze voor vrouwen, deze voor mannen. Oh, deze hebben hartjes. Die zijn leuk. Die nemen we mee. Kijk, hoe schattig. Nou, het eerste wat ik eruit haal zijn confettiballonnen in de vorm van een hartje. Want als je all the way gaat, moet je het natuurlijk wel een beetje leuk versieren. En nou, ik ga er gelijk één opblazen. Oh, dit ziet er heel raar uit. Kijk nou, hoe leuk! Maar wat natuurlijk ook heel leuk is, is als je deze confetti op je bed verspreidt. Dus wat heb ik? Een naald. Dus we gaan hem prikken. 3, 2... Dat wordt stofzuigen. De confettiballonnen waren 99 cent en er zitten er 6 in. Ik heb dit hele schattige potje uitgekozen. En nou ja, dat is natuurlijk leuk om te geven aan iemand die je leuk vindt. Maar natuurlijk niet als die leeg is. Maar met snoepjes. Gelijk testen. Lekker. Ik vind het leuk. Als je er een leuk kaartje bij schrijft, top cadeau. Het potje was 90 cent en de snoepjes 1,25. Dus voor iets meer dan 2 euro ben je al gewoon klaar. Volgende! Je hoeft met Valentijnsdag natuurlijk niet altijd een cadeautje te geven. Je kunt ook gewoon een mooi gebaar maken door bijvoorbeeld je kamer te versieren met kaarsjes. Lekker romantisch, zonder dat je kamer in de fik vliegt. Kaarsjes op batterij. Ideaal. Deze kaarsjes waren 99 cent. Mocht je nou iets van neppe kaarsjes houden, kun je altijd nog gaan voor een echte grote kaars, weet je. Ruikt heel lekker, patchouli. Deze kaas was 7 euro en 79 cent. En dit is echt iets heel schattigs. Ik zag dit staan en ik dacht, oké, dit moet ik sowieso meenemen. Dit is namelijk een potje met complimentjes. Oftewel, er zitten 21 complimentjes in. En ik ben wel benieuwd wat er nou op staat. Oh, kijk eens hoe schattig. Love. You are my world. Oh, jij bent mijn wereld. Nou, nog eentje dan? We doen nog één. You are the sweetest. Je bent de liefste. Nou, dit is toch leuk als je dit aan je Valentijn geeft? Het potje kost 1,50 euro. Oké, dit vond ik zelf echt super leuk cadeau. Het is misschien een beetje cliché, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik heb namelijk sokken. Voor hem en voor haar. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik hou van sokken met printjes en kleurtjes. Dus dan is dit gewoon echt perfect. Dus deze sokken voor mannen. En deze sokken voor vrouwen. Nou, ik vind het leuk. Deze was 3,80 en deze was 3,50. De volgende is een notebook met een hartje erop. Nou, ik dacht, het is wel heel origineel om bijvoorbeeld zo'n boekje te kopen en daar allerlei lieve dingetjes in te schrijven voor je Valentijn. Of een mooi gedicht, of een leuke tekening, of iets. In ieder geval heel persoonlijk, uniek en leuk. En het boekje met pen kost 2 euro. Wat hebben we nog meer? Weet je wel, met Valentijnsdag is het een soort van traditie om een roos te geven. Nou, dat gaan wij ook doen. Alleen dan dus een andere roos. Het is volgens mij een lippenbalsem. Ja, het is toch schattig. Ik weet alleen niet hoe die... Oh, moet die zo open? Oh, er zit gewoon ook echt een kwastje aan. Oh, even testen. Oh, hij is heel roze. Nou, het is toch schattig. Wil je mijn Valentijn zijn? Deze lipgloss roos kost maar 99 cent. De tas begint langzaam leeg te raken. Maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel cadeautjes voor hem. Nou ja. Kijk, mannen houden van auto's, dus wat heb ik? Een auto, hoe noem je dat? Autoverfrisser. Een luchtverfrisser voor in de auto. I love my car staat er, maar dan moet je eigenlijk even doorkrassen en dan moet je je eigen naam er neerzetten. I love my Valentine. Deze was 1,24 euro. Dit vond ik ook zo'n schattig dingetje. Het is een luchtje in de vorm van een kers. Ik vond hem echt heel cute. Kijk dan ook al die poppetjes. Hartstikke leuk. Ik ga hem even openmaken. Kijk hoe schattig. Alleen al om de verpakking zou ik dit luchtje gewoon kopen. Hij moet natuurlijk ook wel lekker ruiken. Hij ruikt echt heel fruitig, heel fris. Ja, ik ben positief verrast. Leuk. Deze was ook echt maar 4 euro zo. 3,95 euro. En dan heb ik ook een
Luchtje voor mannen van David Beckham. Die ga ik zelf niet openmaken, want het is natuurlijk een cadeautje. Maar in de winkel had ik hem getest en hij rook heel erg lekker. Dit luchtje was €9,95. En weet je nou echt niet wat je voor een man of een jongen moet kopen voor Valentijnsdag? Je kunt natuurlijk altijd een leuke riem kopen bijvoorbeeld. Ja, deze vond ik wel heel erg stijlvol. Leuke gevlochten riem. Een kleur donkerblauw. En ik denk dat mijn vriend het ook heel leuk gaat vinden. Deze riem is €2,95. En we hadden het begin natuurlijk de confetti ballon. Maar ik heb ook gewoon normale ballonnen. Deze ballonnen waren €0,77. En je hebt ze in verschillende kleurtjes. Wit, roze en rood. Tadaa! En voor de ijdele mannen kun je natuurlijk altijd iets voor het haar kopen. Bijvoorbeeld wax of gel of iets anders leuks voor in het haar. Deze wax was €1,99. En dan heb ik nog deze oorbelletjes met hartjes. Goudkleurige oorbelletjes met roze steentjes. Kijk, super cute. Deze oorbelletjes waren €2,49. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item in mijn tas. En deze is voor de iets oudere doelgroep. Nou, ook niet te oud. In ieder geval boven de 18. Een leuk lingerie setje om je Valentijn mee te verrassen. Ik ga hem niet testen of voordoen. In ieder geval, deze twee strings zijn samen €3,99. En dat was het alweer. Dit waren al mijn cadeautjes voor mannen en vrouwen. Voor iedereen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie inspiratie heb gegeven. En ja, abonneer je even op het kanaal van The Action. Zodat je nooit meer een video mist. En ik ben benieuwd wat jullie gaan kopen voor Valentijnsdag. Dus laat het even weten in de comments. En ja, tot de volgende keer.